Oké. We gaan verder. Dus we hebben net gezien hoe Satans tactiek en zijn plan is toen de evangelie, toen de Heer Jezus op aarde liep, ja, en hoe dat ook straks zal zijn. Daar gaan we niet nog een keer over doen. We gaan nu kijken. Ja, we zitten dus in Handelingen 16, dat we zien van, hé, daar is iemand bezeten met een waarzeggende geest en die is bezeten. En Paulus drijft die geest uit, dus Paulus heeft dat gedaan. Nou, ik zei net al, ga even mee naar Colossenzen 2 vers 10. We leven nu in de tijd van bedeling van genade. Ik zeg wel tijd, maar het is de bedeling van genade. Een uitdeling van genade. En wat wij nu leren in de Bijbel is natuurlijk, dat zei het vorige week ook volgens mij, dat iedereen heeft het gekregen. We zijn allemaal geestelijk gezegend. We zijn allemaal volmaakt in Christus. Iedereen die Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Alleen niet iedereen weet het. Ja? En wij zijn nu door de Bijbel te lezen, gaan wij natuurlijk steeds meer zien wat wij allemaal gekregen hebben. Dat weet je niet één keer. We krijgen ook de zin van Christus. Hè? Hoe hij dacht. Dus we gaan steeds meer zien hoe God ons ziet. Dat is eigenlijk één grote ontdekkingstocht telkens in de Bijbel. En een van de belangrijkste dingen is natuurlijk ook dat we weten in Colossenzen 2 vers 10. Dat daar staat, en gij zijt in hem volmaakt. Ja, inderdaad, als ik in de spiegel kijk, dat is nou het gaan kennen. Dat ik ga kennen zoals God mij gekend heeft. Ja? Dus ik kijk in de spiegel, dan zeg ik, ben ik volmaakt? Zeg ik normaal gesproken, nee. Maar nu zeg ik ja, want ik kijk in de spiegel van het woord. En die zegt, ik ben volmaakt. Maar ja, dat staat erbij, in Christus. Ja? Zie je, dat is nu ga ik kennen zoals ik gekend ben. Ik ben volmaakt in hem, in Christus. God ziet mij in zijn zoon. En dan die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus dat is de situatie waarin wij nu leven. Wij zijn volmaakt. En in Christus, hij is het hoofd van alle overheid en macht. Niet zozeer van de goede engelen, maar hij is boven alle overheden en machten. Ja? Want in hetzelfde boek spreken we ook over de overheden en posities die God, die heeft hij met zichzelf verzoend. Ja? En wij zijn het lichaam van Christus, wij gaan eenmaal straks die posities innemen. Ja, dus wij zijn de bedreiging van Satan, want hij is nu degene die posities in de hemelen heeft ingenomen sinds het begin van de schepping, ja? Sinds de val. Nou goed, dus dat is wat wij nu weten. Wij zijn in hem volmaakt en Christus is het hoofd van alle overheid en macht en wij in hem dus ook. Dus het is een hele andere positie. Nou, en dan gaan we mee naar 1 Timotheus. En Satan is natuurlijk niet opgehouden te bestaan. We leven nu in de bedeling der genade. Paulus is de apostel van de heidenen. Het gaat niet meer om Petrus en de apostelen. Het gaat niet meer om Christus die op aarde liep. Het gaat nu om de openbaring van de verborgenheid. Christus die aan Paulus verschenen is vanuit de hemel. En aan hem een evangelie bekendgemaakt heeft. En dat lezen we in zijn brieven. En dat gaat over het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus heeft zijn plek daar. Wij zijn gezet in de hemel. Daar is onze plek. Colossenzen ook dat wij zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn en liefde. Ja, wel koninkrijk. Het koninkrijk Gods is groot. Hier Jezus zegt, ik werp de duivel uit. Als je dat ziet, dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Ja, tot wie ten eerste? Tot Israël. Koninkrijk Gods. Tot Israël. En waar? Op aarde. Maar het koninkrijk Gods is groot. Het is heel groot. Het is het hele universum. En je hebt koninkrijk van God op aarde. En je hebt koninkrijk van God in hemel. En dat is onze bestemming. En dat is voor het lichaam van Christus. En daar spreekt Paulus over. En wie zit er daar in de hemel op het ogenblik? Daar zit Satan. Ja? Dus kijk. En dat is dus een heel ander plan van God, wat Satan ook niet geweten heeft. Daar komen we zo meteen nog wel te zien. Dus nu krijgen we ook met een heel andere tactiek te maken. Een ander plan van God betekent ook dat Satan moet daar ook weer een plan tegenover stellen. Nou, en dat doet hij nu, kijk in 1 Timotheus 4 vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen van duivelen. Dus we hebben nu te maken met leringen van duivelen en verleidende geesten. Het zijn geesten. En in deze tekst spreekt hij niet over geesten dat boze geesten zijn. Maar spreekt hij over geesten, dat zijn mensen. Ja? Die worden ook in de Bijbel geesten genoemd. In 1 Johannes 4 vers 1 spreekt hij ook over geesten. Dan spreekt hij heel duidelijk over mensen. Dus, en die hebben, hoe verleiden ze? Door leringen van duivelen. Dus er zijn duivelen die leringen in deze wereld brengen.
Dus de wereld is nog steeds in zijn macht, ook na het kruis. Hij is natuurlijk wel, heeft natuurlijk een nederlaag geleden, maar de uiteindelijke afrekening zal straks pas in de verre toekomst zijn, alhoewel verre toekomst, als de Heer vandaag komt, is het over 7 jaar, is hij opgesloten in de put. Ja? En dan begint het 1000-jarig koninkrijk, kan zomaar, als hij vandaag komt. Ja? Maar goed, dat is dus nu nog steeds toekomst voor ons. Ja? Maar je ziet dat, en het doel daarvan is, de verleidende geesten, dat ze hebben leerlingen van de duivel. Dus de Satan, die heeft de hele wereld in zijn invloedssfeer, in zijn macht. En het denken, ja, Efeze leert je ook heel duidelijk dat hij werkt nu in de kinderen van de ongehoorzaamheid. In, ja, in hun hart ook, ja. Zoals het woord van God ook in de harten van de mensen komt, maar een ongelovige kan zeggen nee. Ja, want de geest en ongehoorzaamheid werkt ook in dat hart nog steeds. In die zin zou je kunnen zeggen, nou ja, zijn ze bezet. Maar niet zoals we dat natuurlijk net lazen in Handelingen 16, ja, dat ze echt bezeten zijn, dat ze uitgeworpen moeten worden. Maar je ziet, en dan leren ze de lering, wat is het doel van de lering van de duivel? Dat is afvallen van het geloof. En dat is nu de tactiek. Dus dat heeft niks te maken met een koninkrijk vestigen op aarde, om dat tegen te houden en de mensen te bezetten. Het is nu het doel dat de mensen, de leden van het lichaam van Christus, spreekt over de gelovigen hier, dat ze zullen afvallen van het geloof. Het, ja, dus een dikke streep eronder, want het geloof heeft alles te maken met het geloof wat Paulus verkondigt, ja. Nou, dat is wat ze willen. Nou, 2 Korinthe 11, gaan we daar even heen. Dat zijn bekende teksten, dat weet ik, maar toch, soms lees je een tekst en lees je hem weer en weer en opeens dan lees je weer iets en denk je, hé, dan zie je toch weer iets meer in zo'n tekst staan dan wat je ooit gelezen hebt. En dat is, als je kijkt in 2 Korinthe 11 vers 13, nou, we hebben het over leringen van duivelen, verleidende geesten. Dus de verleidende geesten, dat zijn mensen die hebben de Bijbel in de hand, predikers, die hebben de Bijbel in de hand en die hebben een bepaalde leer. En die leer doet hun afvallen van het geloof, de boodschap van genade. Kijk, en dan zien we, dat zijn, hier noemt hij dat apostelen. Vers 13, want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. En het is geen wonder, want Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Hij heeft zich dus veranderd. Hij kan zich veranderen in een engel van het licht. Dus een boodschapper van het licht. Een licht in de Bijbel, het licht is een goede zaak. Als we over duisternis spreken in de Bijbel, is nooit positief. Geestelijke duisternis is negatief. Maar hier spreekt hij over het licht. Maar goed, wij kennen nu ook licht. En je hebt ook kunstlicht. Ja? Het ene licht is echt, het andere licht is niet echt. Dat is kunstlicht. Hier heb je ook het engel des lichts, maar wat voor licht praat dan over? Hij doet zich voor als een boodschapper van het licht, ja. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars. Ja, wie zijn de dienaars? Wiens dienaars? Dienaars van Satan. Kijk, als je over nadenkt, Satan, kijk, God is overal. God kan overal in iedereen, hij kan overal zijn. Als we op de aardbol kijken, we staan nu in Nederland, maar we hebben ook aan de andere kant, is God ook in het hart van de mensen. Hij is overal. Maar Satan is niet zo. Satan is een schepsel, hij is geen God. Hij kan niet hier zijn en hij kan ook tegelijkertijd in iemand anders zijn. Dat is alleen God. Daarom, hij heeft zijn duivelen, leerlingen van duivelen. Hij is de overste van de duivelen en die zijn overal. En zie je, zijn dienaars. En zijn dienaars, dat zijn mensen die verleid zijn en zijn leerlingen verkondigen. En zie je, zich veranderen in, als waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zijn, zal zijn naar hun werken. Dus wat is hier zijn doel? Dienaars van de gerechtigheid. Nou, je hebt gerechtigheid, Rob zei net, je hebt heiligen, maar je hebt ook schijnheiligen. Dus je hebt gerechtigheid, je hebt ware gerechtigheid. We hebben ook valse gerechtigheid. Als je nou in de wereld kijkt, ook in wereldwijd met politiek, ja, en iedereen die doet voor dat, met de vakbonden ook. Kijk, wij zijn goed, wij zijn niet weggelopen, wij hebben altijd goede plannen ingediend, maar de tegenpartij, de werknemers, die deugen niet. En die andersom, die zeggen dat ook, ze zijn allemaal gerechtig. Ze hebben allemaal, zijn ze eerlijk. Ze zijn allemaal bezig met gerechtigheid. Aan hun ligt het niet.
Ja, maar we weten allemaal, kijk, het is allemaal een toneelspel, ja. Het is één grote show, ook met de president van Amerika, al die politieke leiders. Ze willen allemaal vrede, maar ze hebben allemaal een dubbele agenda. En er is er niet één, het is allemaal list en bedrog. Spijt me dat ik zeggen moet, maar zo is het gewoon, ja. Nou, hier zie je ook dus, nu op geestelijke vlak, heb je dus, Satan heeft zijn dienaars, predikers van het woord, die doen zich voor als dienaars der gerechtigheid. Maar wat voor gerechtigheid is dat dan? Nou, hij spreekt hier natuurlijk, wat doet Satan? Zijn tactiek is natuurlijk dat mensen, als je wilt doen, laten afvallen van het geloof. Wat is dan het geloof? Het geloof is het evangelie van de genade van God. Dus dat betekent, Christus heeft alles gedaan. Ik hoef niks te doen. Hij heeft alles aan het kruis gedaan. Ja, dat is de genade van God. Wat denken nu veel mensen, ongelovigen bijvoorbeeld? Dat wordt ook gepredikt, wat je moet doen om in de hemel te komen. Nou, iedereen geeft een antwoord. En ja, de meesten zeggen, nou, je moet naar de kerk gaan, je moet dit doen. Of je moet goede werken doen, bla 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 bla. Allemaal dingen doen. Om dus, ze weten allemaal, ja, God is gerechtig, dus ik moet goede dingen doen. Ik moet ook gerechtvaardigd worden. En dat is, zoek ik in mijn werk. Dat is wat Satan de wereld wijs maakt, ja. Dat is een dienaar van de gerechtigheid. Doe nou maar dat en dat en dat, en dan komt het wel goed met je. Maar voor gelovigen exact hetzelfde. Want dan brengt hij ze af, brengt hij ze van het geloof af. En dat is natuurlijk, nou, je moet geloven dat Christus hier voor je zonde, maar je moet ook gedood worden, ja. Of je moet wel werken blijven doen om gered te blijven. Dat heeft allemaal met eigen gerechtigheid te maken. Dus voor de ongelovigen is de boodschap van de dienaars van Satan de zogenaamde gerechtigheid, dus aanhalingstekens. Je moet dingen doen, je moet je eigen gerechtigheid oprichten om, hè, je moet het zelf doen. En aan de gelovigen maakt hij zelf bekend, je moet dat en dat doen. Ja, maar dat heeft allemaal te maken met eigen gerechtigheid. En dat is nu precies contra het evangelie van wat wij nu prediken. En dat is dus de tactiek van Satan. En dat doen de dienaars van die gerechtigheid. Dus zij veranderen zich daar wel in. Maar het is niet de ware gerechtigheid. Want die gerechtigheid die zij prediken, doet het hele werk van het kruis er niet. Want aan het kruis, de prediking van het kruis is tenslotte, wij moeten daar gewoon in gaan staan, wat hij allemaal gedaan heeft. Wij kunnen niks doen, wij hoeven ook niks te doen. We moeten alleen geloven en daarin gaan wandelen. Nou, dat is eigenlijk wat er nu aan de hand is. Dus gaan we mee naar Romeinen 16 vers 17. Romeinen 16 vers 17. Nou, dat is een brief van de Romeinen. Die is ook in de tijd geschreven in het begin van de handelingen nog. Dus daar weten we. Paulus heeft in Handelingen 9 de openbaring der verborgenheid, nou, niet helemaal gekregen. Ja, dat was het begin. En hij heeft nog vele keren heeft hij die Jezus gezien. En heeft hij elke keer weer een aanvulling gekregen over die openbaring van de verborgenheid. Dus maar zit hier in vers 17 en zegt hij, ik bid u broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernis aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af dezelfde. Dus ziet hier, de dienaars der gerechtigheid zijn al volop in beweging. Want ze zijn de leer aan het vervalsen. Waardoor dus mensen afvallen van het geloof wat Paulus gepredikt heeft. Je ziet dat is al bij de Romeinenbrief, schrijft hij er al over. En wat zie je, het resultaat is, je krijgt tweedracht en ergernissen. Nou, wat is de tactiek van Satan? En dat heeft Caesar ooit ook een keer gezegd, verdeel en heers. Diabolos, hè, duivel, dat is. Ik heb wel eens gehoord, dan gooi je iets ergens in en dan wordt de hele boel die komt in de war. Verdeel en heers. Inderdaad, wat is er mooier als hier bijvoorbeeld in de gemeente de gezonde leer wordt verkondigd. En je zorgt dat er partijschappen komen, ruzies komen en dat er verdeeldheden komen. Dan gaat het overal over, behalve over de genade van God. Dan gaat het allemaal over ons en over wat de mensen dan bezighoudt. In plaats van dat ze met de evangelie van Gods genade geleerd worden. Nou, dat is, je ziet ook, ergernissen en tweedracht. Dat is het resultaat tegen de leer. Zie je het? De leering van duivelen, maar je hebt ook de gezonde leer. En ze vallen de leer aan. Die gij van ons geleerd hebt, zie je? Niet de leer van de apostelen, van ons, Paulus. En aan wie hij het verteld heeft. En dan wijkt af van dezelfde. Zie je, je moet afwijken ervan. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik.
Ja, dat is voor hun eigen voordeel. En verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. Dus Satan heeft zo zijn eigen plan. Zijn eigen leringen van duivelen. Maar ook, ja kijk, door schoonspreken en prijzen. Ja, je weet, de antichrist staat ook in de Bijbel. Wat zullen zijn woorden zijn? Zijn woorden zullen zijn gladder dan boter. Mensen, wij zijn allemaal gevoelig. Wij zien ook graag iemand, je hebt liever een staatsman die bijvoorbeeld 2 meter is, als dat je een staatsman hebt van 1,50 meter. Dat kijken wij naar. Wij kijken naar uiterlijk, ja. En zo was het ook met de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus was helemaal niet zo zoals wij hem eigenlijk zouden gedacht hebben. Mooi en knap en mooie haren, noem het dan maar op. Nee, dat zijn onze gedachten. Dus Satan weet ook precies hoe die mensen moet verleiden. Verkeerde lering en dan zijn boodschappers, ja. Schoonspreken en prijzen. Als je de harten van de mensen gaat prijzen, dan zijn we ook gevoelig voor, hè, dat wij geprezen worden. En zo op die manier verleid kunnen worden. Want wat is het? De harten van de eenvoudigen. En wij zijn eenvoudigen. Want het gaat om de eenvoudigheid van Christus. En hoe eenvoudig is het evangelie dan? Het is zo eenvoudig dat mensen zeggen, dat kan gewoon niet. Geloven, alleen geloven dat Christus hier voor je zon is opgestaan? Kom nou gauw zeg. Mijn kerk leert en dan krijg je dus de doop en dan krijg je allerlei leringen. Je moet dit, je moet dat. Of men begrijpt het niet, dan krijg je een heel mooi verhaal hoe iets uitgelegd gaat worden. Of je moet het niet allemaal helemaal letterlijk nemen, want bla 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 bla. En zo wordt de hele eenvoudigheid wordt weggehaald van ons hart. Want wij hebben gewoon, je leest wat er staat, je gelooft wat er staat en dan heb je ook wat er staat. Zo simpel is dat. Maar zo simpel, dat is dus heel eenvoudig. En in de wereld van de ogen van de wereld is dat gewoon te eenvoudig. Om waarom? Omdat Satan heeft dat omgedraaid. Ja? Dat is de wijsheid van de wereld. En die komt hem vandaan. Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijf mij dan u in het halve. En ik wil dat gij wijsheid in het goede. En wat is het goede in de context? We houden de context in de gaten. Wijs in het goede is, betekent wijs in de leer. In de goede leer, in de gezonde leer. Dat we daar wijs in zijn. En onnozel in het kwade. Ja, dat zijn die leringen van de duivelen. De verkeerde leringen. Vers 19. En de God, en er komt in vers 20. En de God des vredes. Dus als wij wijs zijn in het goede. Dus we blijven bij het geloof. We zitten in vers 18, 19 en 20. In de Romeinen 16. Ja, nog steeds, ja. Even kijken, vers 18, 19. Dus zie je, dus wijs in het goede en onnozel in het kwade. Blijf bij de leer zoals ik jullie verkondigd heb. En word daar wijs in. En wijk af van het kwade, van de valse leringen. En wat is dan het resultaat? Vers 20. En de God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u lieden. Ja, dat vind ik zo indrukwekkend. Dat heeft me altijd gefascineerd, dat woordje verpletteren. Dat Satan onder onze voeten verpletterd zal worden. En ja, vroeger dacht je dat is misschien ja, als eenmaal later in de toekomst. Maar, want er staat hier haast, hè? Dat woordje haast. Maar dan moeten we goed begrijpen. Satan zal onder onze voeten, God wil onze voeten hebben. Dat hij zal onder onze voeten, naar onze voeten, dus nu hier waar ik sta, ja, dat hij verpletterd wordt. En hij zegt haast. In de context, blijf bij de leer zoals Paulus het verkondigd heeft, maar wat weten wij? In deze tijd, de Romeinenbrief, het is nog ten dele, het is nog niet helemaal compleet. De volledige openbaring is pas aan het eind bij Colossense, Filippense, Thessalonicense niet dan. Maar die brieven, ja, dan is de hele boodschap compleet. En dan is het haast voorbij. Want dan hebben wij dus het hele gereedschap. Wij hebben de volledige openbaring van de verborgenheid. Waardoor wij Satan echt verpletteren. Niet door duivelen uit te werpen. Maar door deze boodschap te verkondigen. Van zijn nederlaag. En dan verpletteren wij hem. Dat woordje verpletteren. Dat betekent eigenlijk gewoon vermorzelen. En dan moet ik ergens aan denken. Genesis 3 vers 15. Ja? Genesis 3 vers 15 zegt hij over de kop van hem, van de slang zal vermorzeld worden. Dat heeft de Heer Jezus natuurlijk gedaan aan het kruis. Dan sprak hij nog niet over de verborgenheid. Maar Paulus, ja, in Nederland staat hier
verpletteren. Maar in het Engels zeggen ze exact hetzelfde, zeggen ze bruise. En dat heeft te maken, hetzelfde woord als in Genesis 3 vers 15. Dat betekent dus vermorzelen. Nou, verpletteren, vermorzelen. Dus wij vermorzelen, ja, tijdens het leven, door het evangelie te verkondigen, de kop van Satan. Amen. Door dat te verkondigen. En daarom krijgen wij ook veel tegenstand, als we deze waarheid gaan staan. Dan gaan we mee naar Colossenzen 2 vers 15. Ik heb het al net een beetje gezegd, maar Colossenzen 2 vers 15, daar zien we het ook staan. Daar, als men zegt, ja, wat, het is volbracht. Ja, wat is volbracht? Nou, Colossenzen 2 geeft een heel mooi antwoord op. En nu gaan we die vers niet allemaal lezen, maar vers 15, het laatste, in het verband van wat wij nu behandelen. Aan het kruis en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd door het kruis. Het is Paulus die dat nu pas bekend maakt. Is Satan is in het openbaar tentoongesteld. In het openbaar. Tentoon. Hè? Dus als je denkt vroeger aan zo'n schandblok, dat iemand, hup, zo stond in het openbaar tentoon, te schande gezet voor iedereen. Vergek gezet voor iedereen. Kon ze nog tomaten of eieren naar zijn hoofd gooien. Ja? Maar dat is wat hier gebeurd is aan het kruis. Het kruis is een openbare tentoonstelling van de nederlaag van Satan. Terwijl hij dacht natuurlijk juist gewonnen te hebben aan het kruis. En wij verkondigen nu met deze boodschap dat hij heeft, door het kruis heeft hij over hen getriomfeerd. De triomf. Dus wat laten wij hier zien? Een openlijke tentoonstelling, maar ook aan de andere kant tegelijkertijd de onwetendheid van Satan. Want het gaat niet om de kracht. Dat hebben we al eens vaker behandeld van God. Wij weten, God heeft de aarde geschapen. Hij heeft de Rode Zee doorkliefd. Hij heeft machtige dingen laten zien. Dus voor God is het even zo en Satan is vernietigd. Dat is geen probleem, dat weten wij. Maar het gaat hem juist om die wijsheid. Satan, hè, in het Oude Testament lezen, ik wil, ik wil, ik wil. En dat heeft hij in zijn hart, bedacht hij dat. Hij heeft in zijn hart besloten. En hij dacht, ik ben wijzer dan Daniel staat er. Ja, hij dacht, hij wijzer dan God te zijn. In zijn hart had hij een tactiek bedacht. Ik ga God naar de kroon steken. Ik wil als hem gelijk zijn. Alleen één ding vergat hij, dat God kijkt wel in zijn hart. God kan in de harten van de mensen en ook van zijn schepsel van Satan kijken. Maar niemand kan in Gods hart kijken. Alhoewel, God heeft nu in zijn Bijbel zijn hart wel helemaal geopenbaard aan ons. Ja, dat is fenomenaal. Dat hij dat allemaal ons meedeelt en daar ons deelgenoot van wil maken. Nou, dus gaan we mee naar 1 Korinthe 3 vers 19. Wat is er gebeurd aan het kruis? 1 Korinthe 3 vers 19. En daarna, dat vindt hij natuurlijk niet leuk, maar hij is in feite, ja, wie kuil graaf voor een ander valt er zelf in, zeggen wij ze. Dat is in feite is dat gebeurd. 1 Korinthe 3 vers 19. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. Zie je, hij heeft de wijzen gevangen in hun eigen sluwheid, boosheid. En zo is Satan verpakt. Nou, en dan gaan we naar 1 Korinthe 2. Een bladzijtje terug. 1 Korinthe 2 vers 6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Doch een wijsheid niet deze wereld. Nog de oogsten deze wereld die teniet worden. Zie je, de oogsten deze wereld die zijn er nog steeds. Maar die gaan teniet. Maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was. Welke niemand van de overste de wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zeiden zij de Heer de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. En dat is het punt. Dat is het punt met de kruising, dat hij in het openbaar terechtgesteld is. Het is zijn onwetendheid. Ja? Hij dacht gewonnen te hebben, maar de wijsheid van God, het gaat om de wijsheid van God. En de dwaasheid van Satan. En die wordt elke keer, als wij dit natuurlijk het kruis verkondigen, maar dan ook echt zo verkondigen zoals we het horen te verkondigen. Echt het kruis alleen en niets meer en niets minder. Maar hij heeft alles van ons gedaan. En wij zijn nu gezet in de hemelse gewest, in de hemelse plek. Dat hij alles kwijt is, dat is hij is uitgetogen, zegt hij in Colossenzen. Hij is hem uitgetogen. Dat betekent, hij is ontwapend. Hij is zijn hele wapenrusting, is die kwijt. Christus had het over de wapenuitrusting hier toen op aarde.
Maar we hebben het nu hier met Paulus, hebben het over zijn wapenrusting in de hemel. De boze macht en overheden machten die daar al die positie bezetten, die is die kwijt. Dus die wapenrusting, de verborgenheid leert dat die wapenrusting die hij in de hemel heeft, daar heeft hij nooit bij stilgestaan, is die door de kruis is die kwijtgeraakt. Dus nu, wat zeggen wij nu met kruis? Hij is alles kwijt. In de begin schiep God de hemel en de aarde. Het was allemaal in zijn bezit. En door het kruis, en het mooiste is nog, hij heeft het zelf gedaan. Dus we kunnen hem uitlachen. Je mag hem uitlachen, je hoeft niet bang te zijn. Maar we kunnen het gewoon verkondigen. En daarmee maken we hem al sowieso te schande. En daarom krijgen we dus die enorme tegenstand. Efeze 1 vers 8. Efeze 1 vers 8. En dus als Paulus zegt, hij zal u wel haast onder uw vloeten verpletteren. Dat doen wij door de verkondiging van het evangelie van Gods genade. Door de verkondiging van het kruis, maar dan in de zuivere vorm. Niet een beetje water in de wijn, niet een beetje, nou ja joh, ja, laten we nou een beetje meer over Israël praten. Een beetje over de doop en kinderdoop, is goed, wil je ook goed en de zaal zit vol. He, als Dof een beetje meer van zijn Joodse identiteit een beetje gaan praten en over Israël en een beetje dit, krijg je een volle bak. Ja? Maar ja, dat krijgt hij nu niet, omdat met deze boodschap, Satan zit er bovenop, want wij verkondigen het kruis zoals het is. Hij heeft alles gedaan en Satan is ontroond, hij is alles kwijt. Dus Efeze 1 vers 8, wat zegt Paulus daar? Met welke hij, dus is het vers 7, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden en de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Hier zien we weer het woordje alle wijsheid. En nou zien we de vervulling als Paulus zegt, haast, wij zullen, God wil dat wij onder onze voeten Satan haast gaan verpletteren. Maar nu hebben we de hele boodschap, de hele wijsheid van God is nu geopenbaard in de brief van Paulus. En Efeze is een van zijn laatste brieven, dus het is nu helemaal compleet, we weten nu hoe het zit. Efeze spreekt ook over dat wij zijn gezet in de hemel, ja, en dat daar onze plek is. Colossense spreekt over de overheden machten die zienlijk en onzienlijk zijn. Die heeft Christus verzoend door zijn bloed. En dat wij zijn nu verzoend en in dat lichaam daar ook dat gaan innemen. Dat is alle wijsheid. Ja? En dat heeft hij aan ons bekend gemaakt. En daar is hij overvloedig in geweest. Dat staat nu in zijn woord. Nou, gaan we mee nu naar Efeze 6 vers 15. De God des vredes zegt in Romeinen 16, ja, die zal dat wij Satan haast onder onze voeten gaat verpletteren. En nu hebben wij de wapenrusting nodig. En Efeze 15. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Zie je, we hebben de voeten geschoeid. Met de bereidheid van het evangelie des vredes. Ja, het is het evangelie van de vrede inderdaad. Want wat verkondigen wij? Laat u met God verzoenen. En als je eenmaal verzoend bent, heb je vrede met God. Maar ook met dit evangelie kunt je ook nog steeds de vrede van God hebben. En dat merken wij nu heel sterk, bijvoorbeeld even persoonlijk, met Paulus, met de vader. Ja, dan merk je gewoon het verschil tussen mensen die dit niet kennen en met ons die dat wel kennen. Dat je ziet, er is heel veel verdriet en pijn, emotie, noem het dan maar op, ja, logisch. Maar toch, als ik over Paulus spreek, kan het met blijdschap. Je kan toch, dat het zo erg gaat, maar je kan toch gewoon in blijdschap zingen, terwijl je toch een moeilijke tijd doorgaat. En de anderen zitten allemaal in zak en as. Ook logisch, maar ze kennen niet de blijdschap. Ze hebben niet de vrede van God in hun hart. Waardoor jij niet door je emoties en alles geregeerd gaat worden en overmand gaat worden. Dat je bij wijze van spreken buiten je zinnen zou gaan geraken. Wat je dan ziet. Maar hij zegt, maak alles bekend. En God, de vrede van God zal uw harten en uw zinnen bewaren. Dus je blijft bij je zinnen. Je blijft onder controle. En dat is de vrede van God. En dat geeft hem ook die blijdschap. Nou, dus we hebben dus het evangelie des vredes ziet. We hebben de voeten geschoeid. En dat doen wij. En we maken het bekend. Volledig het evangelie van Gods genade. En dan maken wij zijn nederlaag bekend. En wat doen we dan? Dat heeft een effect op de overheende macht in de hemel. Kijk, Efeze 3. Efeze 3 vers 8, 9 en 10. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Wij verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet na te speuren, niet in de Bijbel te vinden, pas bij Paulus. En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Dus het was voor iedereen verborgen. Voor de uitverkoren engelen en voor de gevallen engelen, zeker ook voor Satan met zijn plan. Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu, in de bedeende genade, wanneer wij nu leven, door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel, zie het, wat? De veelvuldige wijsheid van God. Hij spreekt niet eens over de kracht van God, maar over de wijsheid van God. En zo, dat doen wij dus nu. Nu dus ook, hè. Maar ook, als u in uw vriendenkring of zakelijke kring of familie, waar dan ook, we hadden het er net nog even over, hè. Als je pats, boem, hè, Rob vertelde net ook over die brief, pats, het is gewoon de waarheid. En heel eenvoudig. En het gaat om wat Christus gedaan heeft. Zuiver, de evangelie van Gods genade. En dan zie je, dan maakt hij aan de overheden de machten bekend. En dan krijg je een reactie. Want je vertelt het aan mensen. Maar we weten, de overheden de machten, ze staan onder die invloedssfeer. En die komen in opstand. Nou, en dat is dus, als jij dat elke keer verkondigt, maak je elke keer de overwinning van Christus bekend. En de nederlaag van Satan en zijn onwetendheid en zijn domheid. Dat is wat we bekendmaken daarmee. Aan de overheden machten in de hemel. En dan breekt de oorlog uit. En daarom hebben we ook die wapenrusting nodig. Dus dat is mooi om te zien. Dus waar is Satan nu mee bezig? Nou, je ziet het. Hij is op dit vlak bezig. Hij is niet bezig. Want we zeggen, ja, waar vinden we Satan? Nou, wat wordt dan gezegd? In de kroegen, in de bordelen, op internet, op de televisie. Allemaal dingen die met zondige dingen te maken hebben, ja? Daar denken wij aan. Terwijl als je nadenkt, wat is zonde nummer 1 in de Bijbel? Hoogmoed, zegt Spreuken. 7, ja, 6 en 7 zijn de gruwel. Nummer 1 is hoogmoed. Lees je nog niks over hoerij. Is dat geen zonde? Ja, natuurlijk is dat een zonde. Maar hoogmoed is nummer 1. Dat is ook de oorzaak van de val van Satan. Maar waar is Satan nu mee bezig? Met mensen, dat onze te doen zondigen. Ik weet één ding, als jij onder de preken van genade overgaat naar een andere preken, dat je onder de wet komt, komt de zonde ook vanzelf. Want als je onder de wet komt, neemt de zonde toe. Dus Satan is daar niet mee bezig. Hij is bezig met dienaren der gerechtigheid. En schijngerechtigheid. Het kruis moet krachtloos gemaakt worden. Zodat hij niet te kijk staat. En niet vergek staat en het wat schande gemaakt wordt. Dus wat doe je dan? Dan moet je natuurlijk aan het kruis moet je iets toevoegen. Dat zijn die werken. Dat is weer die eigen gerechtigheid. En zo wordt dat kruis geëlimineerd. Dat is wat hij nu aan het doen bent. Want kijk, een mooi voorbeeld is 1 Korinthe 5. Dat kennen wij allemaal. Dat was hoererij in de gemeente. Er was iemand die had zijn vaders huisvrouw. Ja, dat heeft de Satan mij laten doen. De Satan is de oorzaak van dat ik zondig. De Satan heeft het allemaal gedaan. Dat hoor je vaak, hè. Het is de schuld van Satan. Dat de zonde. Maar dat is niet zo. Weet je wat een zonde is? Dat komt gewoon uit uw eigen hart. Uw zondige hart. Dat is de zondige natuur die dat doet. Want kijk, als je kijkt in vers 5, 4 en 5, zegt Paulus heeft iets besloten. In de naam onze Heer Jezus Christus, als gij lieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heer Jezus Christus, de zulke over te geven aan wie? Aan de Satan. Tot de verderfde vlees. Met andere woorden, daarvoor was hij nog niet met die zonde. Dat kwam niet van Satan. Hij zegt, maar nu die dit gedaan heeft, die besluit ik, die wordt overgegeven aan de Satan. Ik geef hem over aan het wereldsysteem. Ja? Onder de paraplu van de plaatselijke gemeente wordt hij niet meer onder de prediking van het woord. Het is de bedoeling dat het tot bekering komt. Maar dan wordt hij overgegeven aan Satan. Dus dat wil zeggen, dat die vreselijke daad heeft niks met Satan te maken. Ik weet heus wel van alle invloeden die in de wereld zijn, pornografie en al dat soort dingen wat er allemaal is en zondige dingen. Natuurlijk, de wereld is in zonde en Satan is daar het hoofd van. Maar dat iemand dit soort dingen doet, komt voort uit zijn eigen hart en het begint hier, in zijn hoofd. Nou, we weten dat hier, dat is een zondig. Ja? Het geestelijk denken van de mens die de Heer niet kennen. Ja, dat kan maar één ding doen, dat is zondigen. En dan weten we dat de raarste dingen zijn mogelijk. Goed, kijk, als we nog even naar Handelingen 16 gaan.
terug, want daar gaat het eigenlijk allemaal om. Maar het is duidelijk om te laten zien, dit wordt al gebruikt, ook om als wij over Paulus praten. Kijk, Paulus deed dat ook. Ja, Paulus deed heel veel dingen. Ja, een visioen, hij besneed, hij doopte, hij drijft de duivel uit. Er zijn vier dingen in dit hoofdstuk. Waarvan we nu allemaal zeggen, dat hebben we nu niet meer. Dat heeft allemaal met die overgangsperiode te maken, dat God naar Israël ging om te laten zien dat ze gevallen waren en de tekenen tijdelijk bij de heidenen waren. Maar ze zijn verdwenen, want wij hebben alle wijsheid. Ja? De hele boodschap is geopenbaard. Nou goed, ter afsluiting. Dan zie je dat Paulus die drijft hem wel uit. En waarom doet hij dat uiteindelijk? Het blijft natuurlijk een apart verhaal dat zij dat verkondigen, vers 17. Deze mensen zijn dienstknechten Gods der Allerhoogste die ons de weg der zaligheid verkondigen. Dat klinkt heel mooi natuurlijk. Maar ja, de weg. Ja, wat voor weg? Er zijn vele wegen, toch? Er zijn vele wegen der zaligheid, zegt men. In al die religies die in de wereld zijn, die hebben allemaal, dat heb ik ook een keer gehoord, allemaal ergens wel een benaming dat spreken over de weg. Wij zeggen, er zijn vele wegen die tot Rome leiden. In geestelijke, in religieuze wereld spreekt men natuurlijk ook over al die wegen. Ja, die weg, Allah. En nou ja, uiteindelijk praten we allemaal over dezelfde God. Alleen jij gaat zo en ik ga zo en die gaat zo. We gaan allemaal op een verschillende weg. Dus de weg der zaligheid, dat zegt dus helemaal niks. Want Christus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus er is maar één weg. En één ding is zeker, leerlingen verduivelen, die zullen nooit Paulus en ook ons tezamen kunnen optrekken dat wij dus de zaligheid aan de mensen verkondigen. Dus er zit altijd een tactiek achter. En de weg der zaligheid, het is er maar één, dat Christus hier voor je zon is opgestaan. En als Paulus één ding weet, dat daarom heeft hij hem ook uitgedreven, ik ga niet samen optrekken met een duivelse geest. Ja? Paulus zegt, scheid af, trek geen juk aan met ongeloof. Wat heeft de duivel gemeen met Christus? Ja? Niks. Niks. Scheid u af. En hij drijft die geest uit. Even kijken. Ja, u kent ook wel de bekende weg, hè? De weg. Er is ook weer zo'n uitleg. Als je het niet goed recht snijdt. Je hebt die weg toch? De ene weg is met de poort. Brede poort. De smalle weg en de brede weg, toch? Dat is toch heel bekend, ja? Dat is dat de weg waar wij over praten nu? Helemaal niet. Want onze weg is helemaal niet smal. Je moet gewoon geloven dat Christus hier voor je zonde. En dat is zo, en dat is nou de eenvoudigheid. En dat is eigenlijk heel breed. We kunnen het allemaal zo aannemen. De zaligmakende genade is verschenen aan alle mensen. Maar je ziet, dat is weer zo'n lering, ja? Waardoor de mensen op verkeerde pad gezet worden over de smalle en de brede weg. Dus als wij, dat is de leer van Satan. Ik wil nog even met jullie 1 Petrus 2 gaan. Ik ben bijna klaar. Maar ik wil nog even afmaken. 1 Petrus 2. Ik weet, dat is natuurlijk, dat weten jullie ook, voor de kleine kudde in de grote verdrukking. Maar je ziet wel ook iets staan dat je zegt, ja, 1 Petrus 2 vers. Ik denk dat het 2 Petrus is. Ja, 2 Petrus 1 vers 2. 1 en 2. Kijk, dat was voor hun zo in de grote. Maar dat is bij ons, let op. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest met Israël. Gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. Die zijn er nu ook, valse leraars. 2 Petrus 2. Valse leraars, ja? Kijk, je hebt dwaalleraars en je hebt valse leraars. En ik kan over een jaar ook iets zien of gehoord hebben. En ik denk, oh wacht, ik heb altijd die tekst zo uitgelegd. Maar nee, dat. Nee. Nou snap ik, het is zo en zo. Maar ja, goed, dat is onbewust gegaan, niet beter geweten. Dan ben je dus een dwaalleraar geweest. Maar vals leren doet het opzettelijk, ja? En dat is een leerling van de duivel. En dan spreekt hij over die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren. Je zegt niet van, ja, dit is een ketterij. Het wordt bedektelijk, ja? Satan is als een engel, dus ligt als een dienaar der gerechtigheid. Het ziet er mooi uit. Het is bedekt. Ook de Heer die hen gekocht heeft verloochende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. Zie je, er is een weg van de waarheid en je hebt een weg van de leugen. Die twee dingen, daar gaat het om. En die zullen door de valse leraars gelasterd worden. Nou, dat maken wij natuurlijk ook mee. En daarom zegt Paulus ook nu, en dat is indien iemand anders een evangelie verkondigt, ja? Een ander evangelie. Je hebt een ander evangelie.
Dat is een andere weg. Je hebt een andere Jezus. Een andere geest. Dat is evangelie. Je hebt een andere evangelie. Een evangelie van het koninkrijk en een evangelie van de genade van God. En die weg die wij verkondigen, dat is de weg die Paulus gegaan is. Hij zegt, ik heb een loop. Ik ben aan een loop begonnen. Aan het eind van zijn leven zegt hij, ik heb de loop beëindigd. En dat is de weg die wij volgen. Dus tuurlijk, Christus is de weg en de waarheid in het leven. Die weg volgen wij. Maar welke weg is het? Het is de weg die hij aan Paulus heeft geopenbaard. En die moeten wij volgen. Hij is ons voorbeeld. Nou, dan zien we, en dat is hopelijk dan duidelijk geworden, dat we hebben natuurlijk te maken, te alle tijden in de hele Bijbel, is de tegenstander aanwezig. En die probeert altijd de wegen van God tegen te houden. Maar we moeten natuurlijk de boodschap kennen. En we zien dan nu ook hoe Satan nu ook in deze tijd werkt. En dat is de mensen af te houden van het evangelie van de genade Gods. Hij heeft niks met duivelen uit te werpen. Helemaal niks, want wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Gods Geest woont in ons. En wij kunnen nooit dan ook nooit bezet worden door Satan. Ten eerste werkt hij ook zo niet. En ten tweede kan het ook niet. Want de tempel van God, waar God in woont, mijn leven is met Christus verborgen in God. Als Satan daar komt waar ik ben, dan is hij ook gered. Ja, mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus ik zit helemaal binnenin. Dus als hij daar ook wil komen, moet hij dat ook erin. Dan is hij gered. Maar hij wordt nooit gered. Ja? Dus dat is onze zekerheid. En daarom hoeven wij ook niet bang te zijn. Daar zet ik meer teksten over te zeggen. Maar wij zijn gezet boven alle macht en kracht in Christus. Het lichaam van Christus is daarboven. Dus het is niet wij die bang moeten zijn. Maar hij is bang voor ons. Hij is als de dood voor het lichaam van Christus. Als wij dit evangelie verkondigen. Ja? Want wij weten, hij heeft totaal geen enkele claim en geen enkele macht over ons. Want hij is volledig ontwapend en wij zijn boven hem gezet. Goed, Vader, wil u danken voor deze dag. Bedankt u voor dit evangelie, Vader. En ik bid ook dat we gesterkt mogen worden. En u laat ons zeker niet alleen, want u hebt ook uw woord gegeven. En we hebben ook de Heilige Geest, waardoor wij dingen nu begrijpen en inzicht in uw woord krijgen. En ook de wapenrusting, Vader. Maar we begrijpen ook precies nu door uw woord hoe het zit. En dat geeft ons ook kracht en ook vertroosting. En de strijd is er, het lijden is er, Vader, maar u geeft ons ook de kracht om om de leidzaamheid te kunnen hebben en de langmoedigheid, maar dan ook de blijdschap, Vader. En dat is een kracht die die met ons meegaat, Vader. Dat is het verschil wat wij hebben en wat de wereld niet heeft. Wij hebben een blijdschap die ons niemand kan afnemen, Vader, omdat we weten wat u voor ons gedaan hebt, dat u in ons woont en dat u ons ook sterkt met deze boodschap. En daar dank u ook voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Thank you.